Deze podcast van Linda en Sky Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Lexa. Oh, ik zie mooie krullen, sprankelende huid met zomersproetjes. Echt een stralend gezicht. Bovenop een danserslichaam, zou ik zeggen. Ja, ik zie foto's waarop ze inderdaad danst bij Dance Dance Dance. Ze zegt dat ze altijd snacks bij zich geeft voor zichzelf en voor de hond. Zij is 29 jaar en heeft een relatie met Julius. Ze wil trouwen, al is het alleen maar om van achternaam te veranderen. Ze zegt te houden van de zomer en de thee altijd uit dezelfde mop te drinken. Een heuse Miss Nederland. Ik ga daten met Zoe Ivory. Het romantische restaurant. Oh ja, wat vind je ervan? Toch? Knus, ja. Ik heb een leuk etablissement uitgekozen. Ik ben sowieso heel blij dat ik met jou op date mag. Dat wil ik allereerst even zeggen. Ik vind het ook heel gezellig. Je stond hoog op mijn lijstje. Oh, echt? Ja. Oh, wat leuk om te weten. Omdat ik een indruk van je denk te hebben, maar eigenlijk je het nog niet zo goed ken. En dat wil ik door middel van deze date toch even bewerkstelligen. Oh, ik ben benieuwd wat je allemaal over me denkt. Ja, nou, ik wil eerst even beginnen met wat jij denkt dat andere mensen over jou denken, zeg maar. Hun eerste indruk van jou. Ik denk dat ze vaak denken van, oh, leuk, model of zo. Ik word ook heel vaak nog beschreven als Zoe het model. Maar ik doe al geen modellenwerk meer sinds dat ik 20 ben of zo. Dus ik denk dat dat het beeld is wat mensen van mij hebben. Van mooi meisje, dat is het dan. Vind je dat erg? Nee, want ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Want als ze me dan echt leren kennen, denken ze van, oh, hey, dat had ik helemaal niet verwacht. Of wat is ze nuchter, of wat doet ze gek. Of ja, dat is toch, ja, dan kan je wel weer het tegendeel bewijzen. Mensen denken vaak dat ik heel erg hou van luxe. En terwijl als je op een feestje bent en er wordt sushi uitgedeeld, dan heb ik liever gewoon bittergarnituur. Geef mij maar gewoon een frikandel. Serieus? En, ja, en dat verwachten mensen dan niet van je. Die denken dat ik een of andere fancy chick ben of zo. Maar ja, dat ben ik niet. Heb je helemaal geen fancy kantjes of zitten die er echt wel? Valt wel mee. Ja, ik ben niet zo'n hele fancy meid. Als ik ook dan, ja, als iemand op een date vraagt en ze zeggen, nou, we gaan naar het Okura of zo. Dan denk ik al, nou, dat hoeft voor mij niet. Waar zou je dan liever naartoe willen? Nou, liever naar een burgertent dan of zo. Hoe kom jij dan aanlopen op die eerste date bij een burgertent? Ja, gewoon zo, denk ik. Jasje, blouseje, spijkerbroek, gimpen. Sowieso altijd gimpen bijna. Ja? Sneakers, ja. Sneaker girl. Ja, als ik niet hoef, draag ik geen hakken. Hoeveel sneakers heb je? Aardig veel. Dat is altijd meer dan 50? Ja. Meer dan 100? Nee, dat niet. Als mensen jou tegenkomen op een dating app, waarmee hoop jij dan ze te verleiden? Dat probeer ik dus juist absoluut niet te doen. Omdat mensen dan al vaak denken van, oh, nou, kan ze alleen maar mooi zijn. Of door modellenwerk dat ik dan heel veel fotoshootfoto's heb. Die probeer ik dan juist niet op mijn profiel te zetten. Omdat mensen dan juist denken van, oh, misschien geeft ze alleen om uiterlijk. Of alleen maar een mooi plaatje. En vaak denken mannen dan wel van, bij een mooi plaatje, nou, daar wil ik één nachtje iets mee doen en voor de rest niet. Dus ik probeer echt gewoon een selfie erop te zetten, foto's met mijn hond. De normale dingen eigenlijk niet. Bikinifoto's. Ik wil geen verkeerd beeld afgeven eigenlijk. Heb je dan alleen maar foto's waarop je een soort van make-uploos met je hond op de bank zit? Ik sta er gewoon voor om niet met superveel lage make-up door het leven te gaan. Maar ik wil wel zo'n realistisch mogelijk beeld geven aan mensen. En ik moet ook zeggen dat ik kan ook gestrest daarvan raken van zo'n dating app. Omdat, ja, ik wil ook gewoon echt laten zien wie ik ben. En ja, ik heb daar ook echt lang over nagedacht van welke foto's ga ik nou echt. Maar wat is dan wie jij bent? Ja. Dat is, geeft dan ook weer een soort. Ik vond het helemaal lastig hoor. Ja, een soort crisis krijg je dan, echt, hè? Ik had echt een crisis. Ja, dus, dus als je moet kiezen, omschrijf dan de drie foto's die er in ieder geval op staan. Foto 1 is foto's zonder make-up. Ja. Foto met mijn hond. En dan misschien wel een fotoshoot foto, maar wel waar ik gewoon normaal eruit zie.
Je zei, als mensen dan zien dat je heel mooi bent en heel sexy, dan willen ze alleen maar één ding. Is dat ook echt iets wat je hebt ervaren? Ja. Ja, ik merk wel echt dat mannen, soms ook DM's die je krijgt en andere berichten, dat ik denk van, oh mijn god, ten eerste, hoe durf je dit te sturen naar iemand die je niet kent of nog niet kent? En ten tweede, ja, ik vind dat echt zo, ja, dat is gewoon niks voor mij. Nee. Kijk, je hebt wel mensen die dat wel leuk vinden voor een avondje, even, ja, dat is gewoon niet wie ik ben. Ik vind het ook soort van moeilijk. Ik vind het al moeilijk om met iemand soort van te matchen of contact te zoeken, omdat ik dan heel snel het gevoel heb van, oké, hier moet ik dan echt iets mee doen of zo. Van, ik moet echt diegene dan leren kennen. Ik vind het best een stap, daten, dating apps en dat soort dingen. Is het ook, maar je kan toch ook denken, we hebben gewoon een laf gesprek en we zien waar het toe leidt? Ja, dat kan ik niet. Ik kan ook niet. Ik heb een hekel aan van die gesprekken dat het gaat. Wat is je favoriete kleur? Ja, hou op. Nou, toch wil ik je beter leren kennen. Ja. En dat wil ik eigenlijk door middel van de speedtest doen. Oh, oké. Okay. Wat is je lievelingskleur? Beige zou ik dan zeggen. Als je jezelf zo moet omschrijven en je moet 4 karaktereigenschappen noemen, welke zou je dan gebruiken? Zorgzaam, grappig, ambitieus. Ik hou gewoon van werken en ik vind het leuk om te groeien. En ik wilde altijd echt iets bereiken in mijn leven. Dus, En jouw lievelingseten? Ja, frikandellen. Frikandellen? Met appelmoes. Favoriete film? Harry Potter. Alles van Marvel. Yeah. En ja, ook alles van Jurassic Park. Huisdier, ja? Ja, ik heb Banksy de toypoedel. Vakantieland? Ik vind de Dominicaanse Republiek echt heel erg lekker. Waar ben jij trots op? Dat ik altijd mezelf ben. Misvatting, maar dat weet ik denk ik al. Dat modellerig, denk ik. Misvatting. Ja, dat ik altijd word beschreven als model. Maar echt geld verdienen met modellenwerk doe ik al sinds ja, bijna 10 jaar geleden niet meer, denk ik of zo. Ja. Wat vind jij nou echt stom? Ja, als iemand heel de hele tijd links blijft rijden. Oh. Slechte eigenschap van jou? Ik ben een uitsteller. Ik stel alles uit. Wijn of bier? Ja, wijn. Bar of restaurant? Restaurant. Ja, ik hou gewoon van eten. Favoriete seizoen? Zomer. Zou daten in de winter, komt dat dan ook echt op een lager pitje te staan? Als ik door de kou moet om ergens naartoe te gaan, dan heb ik wel gauw zoiets van nee. Nee? Nee. Heb je gekke gewoontes? Ik heb bijvoorbeeld een theemok. Ik drink de hele dag door thee, groene thee. En ik heb thuis een theebeker. Dat kan je een beetje vergelijken met een bierpul. Ik hou niet van bier, maar ik heb wel echt zo'n huge glas voor mijn thee. Zodat ik lekker de hele dag door kan drinken. En ik wil niet dat iemand anders daaruit drinkt. Zoe doesn't share her tea mug. Inderdaad, okay. Ja, inderdaad. Eeuwig chatten of videobellen? Eeuwig chatten. Ja, ik ben een eeuwig chatter. Ik moet gewoon een maand met iemand praten voordat ik met diegene wil afspreken. Of videobellen, dat is niet echt mijn ding. Oppervlakkig gesprek in het echt of een diepgaand gesprek online? Diepgaand gesprek online. Ik heb gewoon liever dat we over echte dingen praten dan dat je zegt, nou alles goed, ja, met jou, ja. Ik wil niet dat drogen. Oh ja. Dat kan ik niet. Dan liever online en dan echt over van alles kletsen. Eeuwig daten of 1 grote liefde? 1 grote liefde. De rekening betalen of splitten? Ja, ik ben wel van het betalen. Misschien een beetje machtsdingetje of zo. Ik heb laatst gehoord dat het eigenlijk zo is dat wie degene op date vraagt, die betaalt. Vind ik een hele goeie. Ja. Ghosten of zeg je gewoon meteen flat out, dit wordt niks? Niet flat out, want dat vind ik ook weer lullig. Ghosten vind ik helemaal lullig. Opeens is iemand weg en dan zit je met allemaal vragen ook. Of dan geef je die ander, ja. Oh, je wil wel echt verantwoording afleggen waarom en zo. Heel ja, netjes af. Misschien ben ik te lief. Heb jij muziek die je opzet tijdens een date? Nou, ik heb dus een playlist. De playlist heet Slow, Smooth and in the Mood. Je kan hem voor alle gelegenheden opzetten. Is het zo dat hij toewerkt naar een apotheose? Nee, dat ik zet hem gewoon hele shuffle, dus alles komt er doorheen. Ik heb jou echt alles gevraagd, deze speeddate van je lievelingskleur tot aan ghosten, ja of nee. Is er nog iets van jou wat ik niet weet? Ik ben geloof ik een wandelende tegenstrijdigheid. En soms denken mensen dat ik heel arrogant ben of zo, maar ik ben misschien juist te beleefd of nog te lief dan tegen mensen. Daten is spannend, maar ook leuk. Wij hebben wat tips op een rijtje gezet om het daten wat makkelijker te maken. Ga naar lynda.nl/opdatemet. Dan ben jij helemaal klaar voor echte liefde.
En Zoe, jij, volgens mij heb jij echte liefde gevonden. Hoe deed jij het? Ik heb niet zo heel veel dates gehad. En was je van de. Heb je veel lange relaties gehad? Ja. En wat is ongeveer lang? Zijn het echt? De langste was 4 jaar. Oh ja. Maar dat was het dan ook. En ben je lang single geweest in die periodes? Ja. Ja. Ik moest daar wel echt soort van bij komen. Het waren wel intense relaties waar ik echt dacht van oké, ik ben mezelf ook een beetje kwijtgeraakt in die relaties. Ik moet mezelf weer opnieuw soort van vinden. Maar dan nam je dus ook de tijd voor. Ja, zeker. Ja, en dan dacht ik wel van, nou, ik ga een beetje wel openstaan voor als er iets op mijn pad komt. Ik kan goed alleen zijn. Dus ik ging niet heel actief op zoek of zoiets. Maar ik heb wel dating apps gezeten. Ik ben wel heel benieuwd, want je hebt een relatie. Het is niet meer daten. Ik heb een relatie, ja. Hoe lang heb je nu een relatie? Een jaar. En hij heet? Julius. Ja. En hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, het was eigenlijk wel grappig. NOS Stories op Insta, die hadden iets gezet over dat etnisch profileren was onderzocht. En dat was oké om te doen. En ik dacht, what the fuck, dat is helemaal niet oké om te doen. Dus ik had daaronder gecomment of iets van een emoji van what the fuck. En toen opeens werd mijn comment geliked. Dus ik kijk, wie liked dit nou? En toen zag ik dat hij dat had geliked. Dus ik klik op zijn profiel en ik dacht, nou, lang, knap en donker. Ik dacht, nou, dat is wel eigenlijk precies mijn type. Maar ik dacht, ja, wat ga ik er nou mee doen? Dus ik had gewoon zijn foto geliked. En toen ging hij mijn foto liken. Nou, toen kwam het bekende, ik like jou, jij like mij spelletje. En toen gingen we elkaar volgen. Maar toen had hij wat in zijn story gezet ook. Want hij kreeg echt superveel haatreacties, racistische reacties. Dus toen had ik gezegd van, op zijn comment van dat etnisch profileren niet oké was. En toen had ik gereageerd op het. Zei ik, nou, is echt niet normaal hè, wat er allemaal gebeurt en wat mensen zeggen. En voor een maand lang hebben we echt non-stop gepraat en nu nog steeds eigenlijk. Dus allemaal berichtjes sturen naar elkaar. Ja. Via de social media. Ja. Oké. Ja. En het was heel vriendschappelijk. Dus het was, we hebben ook niet met elkaar geflirt of zo. Het was gewoon, ja, geklessen, elkaar leren kennen. Maar je hebt ook wel eens dat mensen meteen zeggen, nou, wat ben je knap of zo. Ja. Hij zei helemaal niet van dat soort dingen. En ik vond dat eigenlijk echt heel erg fijn. En we hadden allebei echt, ja, niet zulke leuke relaties achter de rug. En dat, daar konden we echt heel goed over praten. Ja, gewoon vriendschappelijk. Niet flirten of wat dan ook. Vriendschappelijk, nogmaals, ik herhaal het. Maar dat vond ik dus heel erg speciaal, omdat ik ken dat niet. Ik weet alleen dat mannen in je DM's komen en dan meteen zeggen, nou, je bent echt knap. Of een lekkere foto heb je geplaatst. Of weet je, ik had het gevoel dat zulke mannen niet meer echt bestonden. Dus je hebt hoe lang met hem gechat? Ja, een maand. Een maand lang, 24/7 eigenlijk. Ja. Hoe was jullie eerste date? Ik weet niet of je dat helemaal een date kan noemen, maar het was soort van de eerste ontmoeting. En ik had hem uitgenodigd om mee uit te gaan. Want ik ging met een hele groep vriendinnen ging ik uit. En gewoon in de Bittershoot, was lekker low-key, klein feest. En toen zei ik, nou, dan kom jij ook met al je vrienden. En ik had hem de link gestuurd van de kaarten. En bleek dus uiteindelijk dat hij zijn vrienden konden niet. En toen waren de kaarten uiteindelijk uitverkocht. En ik ben iemand die koopt een kaarten ver van tevoren en hij was laatste moment. En toen dacht ik al van oké, zal wel niet veel soep zijn als hij dat dan al vergeet. En toen kwam hij dus in zijn eentje naar de club. Oh. En ik zie hem nog zo binnenkomen en toen deed ik alsof ik hem niet zag. Want ik dacht, ik weet niet wat ik moet doen. En toen... Maar had je het helemaal, bij je vriendinnen al helemaal, waren die ook gehyped? Nou, het was grappig, want gehyped? Ik had wel gezegd van, nou ja, ik ga hem ontmoeten. En we kunnen het heel leuk vinden op online, maar ik weet het nog niet. En toen kwam opeens een vriendin van mij naar me toe, want die was bij de bar. En die zei, oh my god, er staat zo'n lekkere jongen aan de bar. Hij is zo knap en lang. En toen zei ik, ja, dat is Julius, die ik vanavond moet ontmoeten. Dus oh shit. Dus het was wel echt zo. En een ander meisje, andere vriendin van een vriendin, die zei, als jij nu niet met hem gaat dansen, dan doe ik het. Toen dacht ik, oh mijn god jongens, deze pressure. Oh, wat is dit nou? Rustig aan. En we hadden nog niet eens elkaars telefoonnummer ook. Het was gewoon helemaal niks. Het was gewoon praten online. En hij had online voor een grapje gezegd van, als ik je telefoonnummer vraag, wordt het echt super speciaal. Dan ga ik op één knie en weet ik van wat. Dus ik zo, ha, grappig hoor. En we lopen na het uitgaan op de gracht. En hij zei, ja, ik moest je nog iets vragen. En ik dacht, wat is dit nou opeens voor serieus? Wat is dit? Wat ga je nu iets opbiechten? Ja. Ben je getrouwd? Of tegenwoordig weet je het maar nooit.
En toen ging hij op mijn knieën. En toen zei hij, ja, ik moest je telefoonnummer nog vragen. En toen stond ik echt zo op de gracht en hij op zijn knieën. En ik dacht echt, wat is dit nou? En toen dacht ik, oké, volgens mij vind ik deze jongen gewoon hartstikke leuk. De kus is nog niet gebeurd. Nee, absoluut niet. Dat heeft ook echt 30.000 jaar geduurd. Op een gegeven moment dacht ik, Jezus, wanneer? Wanneer gebeurt dit? Ja. Maar hij deed het niet. Oh, nee. En wanneer is het dan, hoe ging dit verder? Ja, we zijn eerst echt gaan daten. Dus het was echt, eerst was het, door corona kon je niks doen. Dus dan zei ik, nou, kom je bij mij thuis en dan gaan we wat leuks doen of zo. En hij bedacht dat ook. Hij zei, nou, dan kunnen we cocktails maken. Dan gaan we zelf de ingrediënten kopen. Nou ja, uiteindelijk 300 cocktails gemaakt. Nou, dan ging hij weer naar huis toe. Dan nee, ik, nou ja, echt? Wat is dit nou? Ja, en ik dacht gewoon, nou ja, hij wil vrienden zijn. Ja, dan doen we dat gewoon. Ja. En op een gegeven moment merkte ik een kleine shift in hoe hij tegen me praatte. Ik ben iemand die alles opmerkt ook. Dus toen. Dus dat was een lijnensweg voor jou wel even. Ja. Ja, want jij was al op het punt dat je hem leuk vond. Ja. Ja, okay. Maar ik dacht, ja, ook wel een soort van verfrissend. Misschien als hij al over mij was geweest, ja, dat ik dacht van, of zo. Hij heeft het precies goed gedaan. Ja, terwijl het was voor hem niet eens een strategie. Echt wel een heel onverwachts bijzonder verhaal. Want ik dacht nadat hij op één knie was geweest, dat het balletje toen meteen was gaan rollen. En de heuvel af zou denderen die echt aan je voeten lag. Oh, ja, echt, ja, en toen dat het uiteindelijk van alles was gebeurd, toen zei hij ook meteen, ja, waar zie je dit naartoe gaan allemaal? En toen dacht ik echt, hè? Het lijkt wel alsof jij uit een of ander romantisch boekje bent komen lopen en je zegt alles wat een vrouw wilt horen, zeg maar. Maar dat is gewoon wie hij is. En ik vond het heel verfrissend en amazing. Ach, klinkt echt fantastisch. Heb jij nou nog liefdeslessen? Ik denk, als iemand laat zijn ware aard laat zien, geloof dat ook. Ga niet denken van, nee, het wordt wel weer zoals in het begin. Of hij wordt wel weer lief. Of hij gaat me wel weer goed behandelen. Nee, als iemand je slecht behandelt, dan is dat wie diegene is. En dan moet je gewoon weglopen. Want ik ben wel iemand die te lang in een relatie kan blijven zitten en denkend van, nee, maar het komt nog wel goed en we kunnen nog daaraan werken. Terwijl ik had bij sommige dingen al moeten zeggen, nee, dit gaat te ver. 300 rode vlaggen, maar kies ervoor om ze allemaal te negeren. Goeie liefdesles. Jullie hebben nu een jaar met elkaar. Ja. Heb jij nog dat je denkt, dit wil ik echt proberen of in mijn relatie behouden? Behouden denk ik. Alles behouden zoals het nu is. Want we kunnen gewoon heel goed met elkaar opschieten. Vriendschappelijk, maar ook gewoon, ja, we sluiten op alles heel goed aan. We hebben ook nog nooit knallende ruzie gehad of zo. We zijn heel goed in communiceren. We vertellen alles gewoon openlijk aan elkaar. Dus ik hoop dat te behouden. Want op deze manier gaat het gewoon heel erg goed. En ik denk als het zo mag blijven, dat ik dan echt heel blessed ben. Zo klinkt het wel. Ja. Ik hoop dat het zo blijft. Dat klinkt heel cynisch. Ik hoop voor je. Ik hoop het voor dat je. Dat niet zo blijft. Maar vanaf de niks. Geen garantie. Maar het klinkt echt supergoed. Dus ik zou bijna zeggen over 5 jaar meet them again. Ja, gezellig. In deze mooie bistro. Stel even wat. Ja, wat ik heb wel toe aan een burgertje. Ik kan delen. Deze podcast van Linda en Sky Radio werd mede mogelijk gemaakt door Lexa.